Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Chicks Love Food. Nina en Elise. En vandaag gaan we breakfast bowls maken. Drie stuks maar liefst. Heerlijk. Ik hou van bowls. Makkelijk. Je gooit lekker alles in de kom. Dat is zo Chicks Love Food. Gezond. Ook altijd lekker. Vooral door de week. Gewoon lekker gezond ontbijtje. En we gaan aan de slag met skier van Arla. Twee soorten skier. Creamy. 5%. En dit is naturel 0% vet. Ja. Waarom nou skier? Het is gewoon echt een lekkere, dikke, vaste substantie. En die is ook creamy trouwens hoor, al die 0%. Deze is lekker nog iets creamier. Bomvol proteïne, ook altijd fijn. Pina colada is de eerste. Komt die aan. De pina colada bowl. Die maken met 5% skier. Zullen we hem gewoon eens even openmaken? En wat dan dus leuk is, om dat echt een beetje mooi te versieren. Ik ben daar niet zo goed in, maar ik heb een compagnon. Kijk, eerlijk gezegd, ik ben gek op deze smaken. Ananas, kokos, nootjes. Je kunt er gewoon zoveel op doen, eigenlijk als je zelf wil. Maar ik zou dat dan gewoon zo bam, huppakee erop kwakken. Maar deze dame hier, die maakt er even een momentje van. Dat is, ik ben eigenlijk ook wel van de snelle, maar het is natuurlijk wel leuk. Als je zo'n bol maakt, dat het er een beetje leuk uitziet. Op YouTube. Ja, dat je eventjes laat zien dat het in de ochtend ook een feestje kan zijn, toch? Klopt. Je ziet ook hoe stevig dit is. Die ananas blijft er lekker op liggen. Zakt er niet in. Kijk, je kunt natuurlijk die hazelnootjes even lekker hakken. Zullen wij ze gewoon lekker zo laten? Ga ik het toch meedoen. Dit is wel ook heel leuk om met je kinderen te doen. Ja, dit is inderdaad heel leuk om met je kinderen te doen. In tijden van lockdown moet je van alles een bezigheidje maken. Nou, heb je weer 10 minuutjes gevuld. Dat is wel mooi. Dit doet een beetje IJslands aan. IJsschotjes. Het is ook IJslands recept, dus dat is een mooi bruggetje weer. Mag ik proeven? Ja, ik ga ook proeven. Ik wil even weten hoe creamy en stevig die nou daadwerkelijk is. Ja, je kan natuurlijk die skier natuurlijk ook nog een klein beetje zoet maken, maar we willen het natuurlijk gezond houden. Wat zou jij dan gebruiken, honing? Ik ben natuurlijk agave. Lekker. 2 minuten op tafel. Hij hoeft van mij niet zoeter, maar ananas is super zoet. Oké, door. Door. En door naar de Choco Smoothie Bowl. Oh, nou dat is ook echt voor mij een schot in de roos. Heerlijk. We maken hem met de Skier Creamy 5% vet. Je kan natuurlijk ook een naturel gebruiken. Het is natuurlijk ook niet zo dat het met deze opeens een heel slecht ontbijt is. Blijft gezond. Net iets romiger. Bij chocola hoort dat wel. Jij gaat de chocolade smelten. Doe ik au bain marie. 4 blokjes. Ik doe 200 gram in de blender. En daar gaat bij bevroren banaan. Ja. Cacao. En binnenkaas. Heerlijk. Ik smelt het au bain marie, dus boven een pannetje met heet water. Hier zit de chocola in. Dit gaat er ook nog over, dadelijk lekker gehakt. En banaan, dus die hak ik vast in stukjes. Zo, het lijkt wel chocolademoes. Ja. Wat heerlijk. Oh ja, dat wil je toch? Nou, ik ben hier een beetje dit aan het hakken. Oké. Met de banaan gesneden. Dan scheppen we dit weer in een bol. Nou, mijn sausje hier is ook wel zo goed als af. Ja hoor. Jij schept dat daarin. Ja. Oh, het lijkt chocolademoes, maar dit is dus gewoon een gezond ontbijt. Wat willen mensen nog meer? I know. Nou ja, dat het lekker is. Dat gaan we zo proeven. Eet dat wel lekker. Oeh. Komt ie hoor. Wauw. Nou, eigenlijk zouden we eerst de banaan moeten doen. Wacht. Ik mag even wat moois maken met de banaan. En als je hier nou geen tijd voor hebt in de ochtend, dan kan je dit natuurlijk achterwege laten, het chocolade smelten. Zeker weten. Dan doe maar gewoon lekker wat cacao in de blender. Is ook zo, maar jullie hebben gezien, die chocolade heb je echt in een minuut gesmolten. Dus mocht je net die extra minuut hebben, een heel klein beetje drizzel erover. Ik heb het nu een beetje verpest met die laatste drissel. Maar dat doet niks af aan de smaak. Zo ken ik je weer. Banaantje erbij. Zo lekker. Dit is echt een vol, romig, stevig, gezond ontbijt om je dag mee te beginnen. Ook nog eens vol proteïne. Oh, en die drizzeltjes die worden een beetje hard. Oh my god. Ik zou het bijna als toetje serveren. Volgende! Ontbijtbol nummer 3. Wat gaan we maken? Overnight oats met skier. Ja. Maak je normaal met melk, maar dat kan dus ook heel goed met skier. Ja. Ik vind dat echt
echt een hele leuke. Ik ook. Ja. Dat gaat de koelkast in voor een paar uur, of misschien een hele nacht. En dan doen we daar daarna lekker gebakken appeltjes op. Een soort van appeltaartbol, maar dan heel gezond. We gaan dan ook de 0% naturel skier gebruiken. Ja. Nou, die is ook hartstikke dik, nog steeds. Ook echt nog wel een beetje romig. Nou, maar zeker. Net iets frisser. Ja. Dat is het IJslandse recept, hè? Oh, dit roer je wel even goed door elkaar. En dan zet je hem een nachtje in de koelkast. Kan een beetje honing doorheen, hoeft niet. Even goed doorroeren. Wat kaneel erdoor. En dit kwam voor een paar uur de koelkast in. 3 uurtjes, is wel genoeg. Maar idealiter maak je dit dus 's avonds. Word je 's ochtends wakker, je rent naar je koelkast. Je trekt het eruit en je kunt het zo al eten. Of je bakt er lekker een appeltje bij. Nou, we gaan hem eruit halen hoor. Even snel die appel bakken. Doe een halfje. Je hoeft niet te schillen hoor. Mag. Nina schilt graag. Dit gaan we bakken met wat rozijntjes. Zo. Gebakken appeltjes. Hoe lekker winters en oldschool wil je het hebben? De rozijnen gaan erbij. Oké. Nou, dan pak ik de bol. En je kan natuurlijk de appel eventueel ongebakken ook erop doen. Of je kunt juist een next step maken en dan bijvoorbeeld cashewnoten meebakken of walnoten. Dat is echt het next step. Maar net waar je zin in hebt, hoeveel tijd je hebt. Oh, 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 wat ruikt het hier lekker, jongens. Nou, kom op. Daar gaat hij. Zal hem erbij. Even uit. Combi koud warm. We gaan er weer. Super gezond ontbijt. Dit is echt een beetje een zinnertje achter. Dit is echt lekker. Heel fris. Heel fris. Die overnight oats zo. Ja, goede start van de dag. Behoorlijk voedzaam. Als je moet kiezen, morgen vroeg maak je er eentje. Welke ga je maken? De chocobol. Puur omdat mijn kinderen daar ook helemaal los op zouden gaan. Maar die zouden dit ook lekker vinden. Ik ben benieuwd wat jij zou kiezen. Welke ga jij thuis nou als eerste maken? Laat het ons hieronder weten. Dit waren onze 3 breakfast bowls met die lekkere skier. Vond je dit een leuke video? Ja. Druk op het duimpje en abonneer je op ons kanaal. Dan krijg je een melding bij de volgende video. Tot de volgende keer. Doei!